Om teleurstelling te vermijden met kerstmis, heb ik dus besloten dat ik dit jaar veel cadeautjes voor mezelf ga kopen, want anders... Kijk, het slechtste cadeau dat ik ooit heb gekregen was fucking lang geleden, maar... Ik zat daar, het was een grote doos. Grote fucking doos! Ik doe hem op. Ravensburger Science, kristallen kweken en edelstenen. Thanks, nonkel. Zonder twijfel het slechtste cadeau dat ik ooit heb gekregen, heel mijn leven. Ik ben op de een of andere manier al geïnteresseerd, snap je ook al, kom echt een zak rekken dat ik stenen kon kweken. Let's make some diamonds! Nee, het werkt ook niet. Het was gewoon een doos gevuld met shit. Best present ever. Zoals je het ziet, zie je al wel een kristal zitten. Nee, dat is eigenlijk fucking kristal. Ik... Lijkt meer op waar in de kattenbak ligt, toch? What the fuck? Om te vermijden dat ik dit jaar kut cadeaus krijg, heb ik cadeaus voor mezelf gekocht. Het is nog niet eens kerstmis, maar ik heb zelf... Dit is een fucking hemd. Is dit niet het mooiste wat je ooit hebt gezien in heel je fucking leven? Bedankt aan mezelf voor dit cadeau. Dat was het beste wat ik kocht, hè. Waarschijnlijk kopen jullie allemaal geen kerstcadeaus omdat jullie te jong zijn. Fuck it, ik ga geen cadeau kopen. Ik ga hier geen geld aan verspillen. In case dat je toch nog geen cadeau hebt en een cadeau moet fixen binnen 4 dagen. Ik ga je gewoon tonen wat de slechtste cadeaus zijn die ik kan hebben. Geef geen kristallen kweken plus edelstenen doos. Niemand wil stenen maken. Ik heb inderdaad na een hele fucking lange tijd eindelijk mijn kanaalbeschrijving aangepast. Een paar dingen die je moet weten voor je jezelf aansluit om eeuwig en altijd verbonden te zijn met dit kanaal. Door op die subscribe knop te klikken verbind je jezelf eigenlijk op een soort van black magic manier. Door je elke video volledig moet uitkijken. Elke video moet liken. Die ads uitkijken maar tot de laatste seconde. Soms gewoon eens refreshen om die nieuwe ad te krijgen. Ik upload elke dag. Schelden hoort hier niet thuis. We maken geen andere YouTubers kapot. We hebben liefde voor campagnes. Welkom bij de broers. Nathan hartverwarmend. In deze kerstperiode. We lachen geen YouTubers meer uit. It's gonna be a great year, man. Zien jullie die muts? Die is wel supreme. Je kan die niet meer kopen. Dit is wat je ziet als je geboren wordt. En de voornemen van dit jaar is dat ik geen slechte cadeaus ga kopen voor kerst. Ik heb alleen maar goede fucking dingen gekocht. Een telescoop smartphone camera. Dit is perfect. Als je een opa hebt die graag foto's van de maan maakt of zo. 1995 voor die telescoop smartphone camera. Je kan die makkelijk in je broekzak meenemen. Niet geïnteresseerd in de telescoop smartphone camera? Geen probleem, we hebben nog andere dingen. Een draagbare barbecue. Als je even snel een barbecue wil doen. Wil je dit als kerstcadeau krijgen? Is dit waar nu in mode is? Een fucking draagbare barbecue. Het is compact. En zo denk ik, er is goedkope shit. 129 uur cadeaus, daar doen we niet aan. What the fuck? Jullie denken dat ik ermee aan het lachen ben, maar ik heb een koopje voor jullie. Hè. Originele prijs van dit product, €174. Nu weet je wel, het is kwaliteit. Het is de fucking 8-pad body ass trainer. Het is €8 in plaats van 174. Dat is een koopje. Dit product is echt geweldig. Het werkt echt goed. Nu nog afwachten hoe het resultaat is. Hoezo werkt het dan goed? Hoezo werkt het goed als je het resultaat nog niet hebt? Overdrijf niet, zet het niet te hoog en gebruik het niet te veel. Anders krijg je namelijk brandwonden. Dit is nice. Dit is hoe het er in het echt uitziet. Dit is waar op de foto staat. De mensen geven hier een goede review. Ze hebben het nog niet eens gebruikt. Maar het is €8 in plaats van 174. Dus. Wow. Deze is eigenlijk wel hard. Reversible Fortnite hoodie. Look sick. Kijk, als jullie nog een kerstcadeau willen kopen voor mij. Kijk gewoon die fucking ads uit. Ik wil geen Fortnite trui. Maar deze is ook €18 in plaats van 78. Badjes op deze site. Deze is €24 in plaats van 349. En koopjes. Christmas time. Koopjes. €24 en er is bij jou. Dan kan je werken achter je laptop en naar de cinema gaan. Ik weet niet wat dit is voor fucking promotiefoto, maar de reviews liggen niet. Ik denk dat het werkt. Dit is een site voor de grootste idioten ter wereld. Waarom zou je dat willen? Ik denk dat veel mensen van jullie dit wel als kerstcadeau gaan krijgen. Kijk, dat is jullie straf omdat jullie het hele jaar Fortnite hebben gespeeld. Jullie ouders denken dat jullie alles willen van Fortnite, dus geven jullie een klok. Het is niet eens recht geschreven. Ik weet niet waar mis is met lettertype van deze dingen, maar... Kijk, als je dit krijgt, niet boos worden op mij, ja. Als ik je ouders op idee heb gebracht. Kijk, het is een fucking goede klok. In het GTA lettertype. Je gaat mij niet zeggen dat dit geen frame is uit een of andere Fortnite hentai. Nee. Waar is het anders? Jullie ouders gaan hier al jullie cadeaus op gekocht hebben. Jullie weten dat? Dit gaat de beste kerstmis ooit zijn. Stuur me gewoon door wat je hebt gekregen voor kerstmis. MP3-speler voor €1. Fortnite highlight. Zo ziet het er dus uit. En echt, snap je? Gewoon een hoofd erop plakken. Kijk, mijn zoontje is kei blij.
2 minuten en dan is hij weer 35 euro. Dus haast je even snel naar deze site. Ik ben toch zeker dat je er nog gaat opstaan deze avond. Je hebt nog maar 4 dagen, ja. Als je nog een cadeautje moet kopen voor je kleine broer, you gonna make him happy, man. You gonna cry and she gonna be like, you're the best brother ever. Nooit hopen dat het op tijd gaat aankomen voor kerstmis, man. Wat de fuck zijn dit voor idiote cadeaus? Hé, maar dit is ook afgeprijsd. Alles is gewoon afgeprijsd. Je hebt korting op alles. Mijn een beker met vork. Mijn een beker met vork. Een beker en je krijgt er een vork bij. Wat een cadeau. Het potje zit er niet bij, dat is scam. Maakt het gezond eten een stuk makkelijker. Goed product. Beker met vork. Het is in mijn ogen wel leuker om te krijgen dan... edelstenen maken set. Weet je wat het ding is van die set? Dat er geen edelstenen is. Er zitten allemaal rare sapjes in die je dan in de doos moet doen. En moet je dat zo 3 weken in de donker zetten. En dan hopen dat er na 3 weken eindelijk een steen in zit. Mijn mama had het ook weggegooid omdat ze gewoon zeiden dat niet in haar huis moest staan. Hebben jullie al ideeën voor een cadeau? Dacht ik niet. Ik probeer jullie ook maar te helpen, snap je? Ik zoek gewoon de kwaliteit op deze site. Het is zeker niet daar 3000 keer hetzelfde staat met een andere foto. En hoezo mag dit eigenlijk op internet staan? Wat is dit voor clickbait? Het is hetzelfde product, snap je? Mensen denken dat ze een fucking gang kopen. Nee, je krijgt 3 lampjes. Als je dealt en je zoekt nog een gekke telefoon. 5 euro voor een fucking kruisboog. Het is een miniatuur kruisboog waarmee je tandenstokers kan afsnitten. Mensen zijn hier blij mee. Ik heb eigenlijk ook nog geen kerstcadeaus van mijn mama en zo. Maar ik denk wel dat ze blij gaan zijn met 50 metalen bol. Er staat hier helemaal niet bij waarvoor het dient. Zakje waarin het zit. Kan... zeg al 50 metalen bollen voor 1 euro. Je kan het op je tafel leggen. Ik had ze liefst iets groter gehad. Maar deze voldoen ook. Waar de fuck gebruik je metalen ballen voor? Om ze op de grond te leggen zo. Hey, kijk, 1 euro. Nog maar 3 minuten, anders is het weg. Ik haast je even snel naar deze website. Ze staan in de beschrijving. Koop een deftig cadeau. Koop geen cadeau. Het is zo simpel als dat. Als je geen zin hebt om een cadeau te kopen, koop je niks. Ze zijn op een leeftijd waarop je nog kan zeggen, joh, niet hopen dat ik geld heb om cadeaus te kopen. Dat kunnen wij doen. Volgens de mensen, die komen op elkaar met allemaal cadeaus van deze site. Ik ben zeker dat jullie op kerstavond iets gaan zien dat ik getoond heb in deze video. Een van je neef of zo gaan we iets gekocht hebben hierop en dan helemaal trots zijn. Zeggen hier 50 metalen ballen. Ik weet niet wat je ermee gaat doen, maar ik heb er veel gehad. 1 euro! Dan gaan ze zeggen, nee, het was 9, want het was afgeprijsd. Oh, oké. Okay. Pretty nice. Ik hoop dat ik jullie heb kunnen helpen aan goede kerstcadeaus. Heb je nog zin om een video van mij te kijken? Ik heb gisteren, en ik kan je nu al waarschuwen, deze video was grappig en ik heb veel gelachen hierin, maar de video waarover ik het nu heb is wel iets serieuzer. De meeste mensen gaan daar waarschijnlijk een kant zijn van mij die nog nooit hebt gezien. En gaan denken, wat de fuck is er mis, man? Ik heb samen gemaakt met Veras. Het is dagdromen. Het was wel echt moeilijk om jou ook hier te krijgen, man. We zouden eigenlijk gisteren filmen, toch? Ik heb mijn best gedaan. Waar ging ik nou precies mis? Het is een redelijk intense video. Een hele mooie video. Als je nog tijd over hebt, zou ik die zeker eens kijken en daarna pas kerstcadeaus kopen. Als ik me heel slecht voel, ik heb een hele kutte dag, hoor ik daar ook gewoon op Instagram. Mensen mogen ook weten dat ik ook, zoals hun, me echt gewoon heel veel kut voel. Ja. En al die andere influencers tonen, zijn ze altijd blij. Ja. En kalken moeten pijn doen van te lachen op elke story omdat het zo leuk is. Ja. Maar dat is het niet. Dat denken hun kijkers wel. Dat het altijd goed is en dat het altijd leuk is en dat ze altijd de beste dag van hun leven moeten hebben. Ja. Nee. Metalen bal. 1 euro. 1 minuut 48 seconden. Bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de volgende keer. Ik zie jullie morgen. Of de dag daarna. I don't know. Love you. Hallo. Hallo. Ik versta niks van wat u zegt. Ik versta ook niks van wat u zegt. Ja. 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 Ik denk wel dat je duidelijker gaat zijn. Ja, ik kan niet duidelijker zijn, want ik versta. Ja, ik kan... ja, u komt op televisie. U heeft de slechtste frituur van Gent. Ja, dus? U heeft...